Mensen die bij die fractie werkten, waaronder meneer Otte, dachten... weet toch niet helemaal zeker of het helemaal goed gaat en of we hier niet eigenlijk met een enorme extremist te maken hebben. Phonecampaigners, we hebben nog één keer massaal jullie hulp nodig. Dus stuur die moneylink naar iedereen die je kent. Word lid als je dat nog niet bent. En box ons naar de 50.000 leden. We zijn heel dichtbij. Vorige week verscheen het boek De Partij, dat ben ik van Chris Alberts over Forum voor Democratie. In dat boek staan enkele beweringen over extremistische claims van Thierry Baudet. Dat zorgde voor veel ophef in Nederland. Dit is Bram Douwens voor Pwned. Ik ontmoet Chris bij de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Er was dus een zomer van 2015. Toen waren ze in een kelder aan de Herengracht in Amsterdam, waar ze lezingen aan het organiseren. Als denktank. Ja. En het is eigenlijk zo plat als dat ik die avond niks te doen had toen ze begonnen. En toen dacht ik, laat ik daar eens langs gaan. En toen ben ik een beetje in de buurt gebleven. Dus er zijn allerlei enorm positieve momenten geweest in de geschiedenis van Forum. Ontzettend veel. Ja, maar dit hint ook al naar dat het op dit moment niet zo is. Kijk, iedereen kan de peilingen op dit moment zien. Als wij bij Eén Vandaag kijken, ik vertrouw Eén Vandaag, dat is 5 zetels. Nou, dat moet toch pijn doen bij een partij die ruim 1,5 jaar geleden de grootste was. En waar gaat het dan mis? Nou, het gaat natuurlijk om heel veel redenen mis. Kijk, het is heel interessant, hè? Er zijn heel veel incidenten geweest. En heel veel van die incidenten hebben heel weinig effect gehad op de aanhang. Of omdat mensen dachten van, nou, ik wil er toch niks meer mee te maken hebben. En nu heeft Baudet met een soort luidspreker, heeft hij op het plein wat van die gekken over corona toegesproken. En nou vinden mensen het opeens kennelijk te erg worden. Doe eens een leuk quoteje Wij zijn hier natuurlijk ook. Trek iets uit het verband, meneer Van Pwned. Kom eens op. Omdat wij lazen dat de heer Baudet bij de selectie van de mensen voor de Forum... deze mensen op arisch bloed zou hebben laten testen. Ja, dat is een leuk voorbeeld. Dit is nou een leuk voorbeeld. Graag niet knippen. Dat staat niet in het boek. Dit staat zelfs in de afgezwakte variant zo niet in het boek. Dus er staat nergens, dat is ook niet zo, is mij ook nooit verteld. Is mij ook nooit op die manier voorgehouden, of zelfs niet overgeroddeld. Dat er gedacht zou worden aan selectie van personeel op grond van of men arisch is of niet. Wat er gebeurd is dat in de tijd dat wij allemaal dachten dat het heel goed ging met Forum. Hè, dus dat iedereen het wel met elkaar eens was daar intern. Dat daar allerlei incidenten waren. Die de mensen die bij die fractie werkten, waaronder meneer Otte, dachten... weet toch niet helemaal zeker of het helemaal goed gaat en of we hier niet eigenlijk met een enorme extremist te maken hebben. En een van die voorbeelden is dat Baudet het erover had dat het personeel van de fractie getest zou moeten worden op het al dan niet hebben van... Ja, ik heb het arisch bloed genoemd. Het is geloof ik in het echt een speekseltest. Ik heb me met die onfrisse zooi nooit zo bezig gehouden. Maar dan is het dus wel gebeurd. Ik ben een soort mix van een journalist en een wetenschapper. Wat ik probeer te doen, is ik probeer er van iets meer afstand naar te kijken. En ik probeer heel fair te zijn. Ik weet dat de forumaanhangers dat zo niet zien. Maar zo is het wel. Ik ben heel fair. Het is een bewering. Dat is wat het is. Van Hendrik Otte. Het is een bewering van Otte. En ik heb er wel wat langer met hem over gepraat. Ik denk dat de kans groot is dat het klopt. Maar het blijft een bewering. Ja, ik was er niet bij, meneer Van Pwned. Ja. Het staat ook... maar ja, jullie hebben allemaal, inclusief jij, dat boek niet gelezen. Het staat er ook als bewering. Dus verder is iedereen in heel Nederland kennelijk heel... Ja, maar het wordt toch ook gebracht als bewering? Ik heb het nog gelezen als dat het beweerd wordt in het boek. Ja, dat maak je er nu van. Maar nee, de meeste mensen die het erover hebben... die hebben het erover alsof het een soort... Ja, alsof ik persoonlijk zelf de testuitslagen heb bekeken. Nee, zeker niet. Het was mij bekend dat ik weet niet eens of die testuitslagen ooit zijn gedeeld met iemand. Dat weet ik niet. Dan is het nu weer tijd voor onze vaste rubriek van de week. Kijkers, comments van de week. En jullie hebben weer massaal ingezonden. Dank jullie wel daarvoor. Luc Luimens stuurde bijvoorbeeld... Bram, kun jij mijn vraag in de volgende uitzending van je bespreken? Ik wil graag weten wanneer jouw contract is afgelopen... en of hij nog verlengd gaat worden of niet... Alvast bedankt voor je reactie. Groetjes nou, Luc. Het is kijkerscomment van de week en niet kijkersvraag van de week. Even scherp blijven, jongen. De volgende comment die erg leuk was van Max D. Wat is dit nou weer voor een walgelijk links stukje?
Denk je nou echt dat we dit serieus nemen, die kneuzen met linksroze brilgrazen? Wil je nou meer of minder leden? Leuke knipogen denk ik naar Wilders. Nou, we willen meer leden, zoals je weet. En de kijkerscomment van de week is, en de roze mok gaat naar Tieners. Tieners van harte, jij stuurde: Bram is het type jongetje dat zijn broek tot aan zijn enkels laat zakken tijdens het pissen. Van harte, de mok komt naar jou toe. Wij van Bram Douwes Journalism Systems hebben de heer Baudet om een reactie gevraagd. Hij wilde niet reageren. Wij begrijpen en betreuren dat en vinden dat jammer voor de views.